zorgen dat de Fransen nooit meer langs Nieuwebrug konden komen, bouwden ze hier, bij het oude hoofdkwartier van de prins, een schans die aan alle kanten dicht was. In de vorm van een ster? Maar die is er nu niet meer. Nee, die is binnen 10 jaar alweer afgebroken. Maar aan de overkant van de smalle waterlinie kwam het grote fort Wierikerschans. En dat ligt er nog wel. Wow, het is bijna hetzelfde als toen het gebouwd werd. De hoge wallen, de bastions. Alleen de poort was mooier. En die huizen waren er nog niet. Binnen is het ook veranderd. Kom maar mee, Neeltje. Ja, hier was een pomp. En daaromheen alleen barakken waar de soldaten sliepen. Alleen deze soldatenverblijven staan er nog. Wat is er met de rest gebeurd? Ik had toch gezegd dat een nieuwe Hollandse waterlinie kwam? Kijk, die lag verderop bij Utrecht. Dit fort ligt daarachter. Om te verdedigen had hij er dus niks meer aan. Er is ook helemaal nooit gevochten. Waarom is het dan niet afgebroken? Fort Wierikerschans werd de belangrijkste opslagplaats van buskruid van het Rijk. Daarom bouwden ze dit kruidhuis. Tijdens de Eerste Wereldoorlog deed Nederland niet mee met vechten. Maar soms liepen de soldaten per ongeluk in ons land, die werden dan opgepakt. Omdat wij lieten zien dat we ze niet hielpen. Als een soort gevangenis? Ja, maar niet zo streng hoor. Ze mochten alles doen. Ze mochten tennis, toneel spelen, zwemmen. Maar dan niet naar de overkant zwemmen. Nee, dat snap ik. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zaten hier de Duitse mariniers. Ze hielden dit als opslag. En in de volgende oorlog? Gelukkig was dit de laatste oorlog. Wat goed. Maar ze hielden dit wel als opslag voor bommen. En ze hadden hier contact met het buitenland. Maar nu zie ik helemaal geen militairen meer. Nee, ze zijn al lang weg. Nu is het open voor natuur. Daar in het soldatenverblijf wonen nu vleermuizen. Eeuw. Ze slapen hoor, Neeltje. En de andere gebouwen? Die worden opgeknapt. Daar kun je nu feestjes, festivals en je kan er zelfs trouwen. Oh, trouwen. Dat is speciaal. Ja, maar niet met mij, hè. Jij bent een beetje te oud. Jij komt uit 1661, hè. Wordt tijd dat je weer eens naar de Gouden Eeuw gaat. Zie ik je nog eens? Misschien in de toekomst. Of in het verleden. Het verleden is soms wel leuk. Ja, de waterlinie dan, hè. Niet Neeltje, nee. Het was wel interessant wat ze zei dan, hè. Leerzaam, nee. Nee, ah, stop maar gewoon. Stop.